Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we lopen hier ergens in het centrum van Hilversum, want dat is de laatste kermis die we vandaag gaan doen. De kermis in Hilversum. Nou, we moesten hem ergens in de parkeergarage zetten. Het was niet echt, schoon, die lift. Ja, die lift was ook niet echt heel erg schoon. Maar goed, we zijn er op de kermis, jongens. Oh, kijk eens. En een hele mooie. Hele mooie reuzenrad staat er. Kijk eens, jongens. Oh, een mooi reuzenrad. Echt mooi, hoor. Hey. Dat ziet er wel nice uit. Dus ja, we gaan naar de kermis, jongens. Mega kermis Hilversum staat erop. Dus ja, we gaan erheen. Ik wil er even oversteken. Zo, dadelijk. Maar, oh kijk, er gaan een booster daar zo. Net achter dit huis zit de booster. Die heen en weer ziet gaan. Ja, verderop zie je de lampjes al. We zijn er, jongens. We gaan hier de rest van de avond ons vermaken. Op de kermis in Hilversum. Daar gaat hij maar over op de lastige.
Yeah.
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 Nou, dat was hem jongens, de kermis in Hilversum. Ja, leuke kermis, echt een leuke kermis. De breakdance, ja, was wel een beetje tegen, maar 2 minuten. Snowbob, echt fantastisch. Wat een attractie jongens. Wat een attractie. En het reuzenrad, fantastisch. Jullie zien hem hier op de achtergrond. Prachtig. Ja, omdat het druk is, was er minder dingen, hè? Wat nou. In de auto zei jij, hè, als we geen tijd meer hebben, dan skippen we deze kermis. Ja, dan skippen we Hilversum maar, is zo ver weg. Als je dit nou ziet, had je dan spijt van gehad? Ja, want hij is wel ontzettend leuk. Ik weet niet hoe lang een vlog het is, ik denk niet zo lang. Ja, zeg ik elke keer. Ik zeg wel eens meer van, ja, dat is niet zo lang een vlog. En dan blijkt het toch nog een uur te wezen of zo. Dus, maar in ieder geval, dit was Hilversum. De kermis in Hilversum, ja, prachtige mooie kermis, zeker weten, een hoog plekje op de lijst. Ik vond hem leuk, gezellige mensen, leuke sfeer was het. Het was echt een leuke kermis. Dus ja, wij gaan op naar huis, maar voordat we naar huis gaan, gaan we eens nog even langs de Mac. Gaan we even, ik heb nog oliebollen gehaald, die gaan we nog even opeten, misschien thuis opeten. En ja, we gaan nog even naar de Mac toe. Daar heb ik ook wel trek in, dus een gierende banden naar huis. En ik een Big Mac menu zou wel lekker, ja precies. Het gierende banden naar huis. Dus toevallig was ik afgelopen maandag was ik ook bij de Mac en dat was bij onze Spijkenissen. Dat was echt slecht. Ik vond die Big Mac vond ik niet lekker. Mooi geweest. Dus ik ben benieuwd. Mooi. Ja, Marco is geweest. Kijk, een hele fles drank. Dus ja, dat vond ik ontzettend tegen. Dus. Maar in ieder geval, ja, dit was de vlog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ja, jongens, support mij door te abonneren. En mijn video's te kijken. Des sneller hebben we inkomsten, kan ik weer een nieuwe camera kopen en zo. Dan heb ik beter beeld. Dus ja, is goed. Dus, nou, groetjes voor deze kant. Dus en ik spreek jullie allemaal. Groetjes uit Hilversum. Doei. Dag Ger, dag Ricardo. Hoi. Kijk, zitten ze hoor. 2 oude lullen op een bankie. Dan lekker de pest. Doei. Doei.